Vakkoord. Feyenoord. Ja. Ik heb het nog nooit zo verschrikkelijk stil gezien hier. Kijk, dat moet een Feyenoord supporter zijn. Ja, ik denk het ook. Ik denk het wel, hè. En nou, ja, dit seizoen? Ja, uithuilende nieuwbeginners. Het is inderdaad een lastig seizoen, ja. Het is niet heel best. Nee. En hoe gaat een Feyenoord er dan mee om, een supporter? Ja, nou ja, onze huid is dik en we zijn wat gewend. We zijn wat gewend, toch? Ja, ja, dat ja is helaas wel. Dikke huid. Ja, dikke huid. Ai, ai, ai. Dus... Dat zal hij ook moeten wennen dan die hij kleine. Zal er ook aan moeten wennen, inderdaad, ja. Als hij nog zulke jaar als zijn vader moet gaan, dan... Ja? Zeker weten. Lekker is het huilen met de pet op. Is toch geen Feyenoord, niet Feyenoord waardig dit, toch? Nee. En hoe moet het nou? Hoe moet het nou? En hoe kom jij dan de weken door dan met Feyenoord? Ja, pijn en verdriet. Denk iedereen wel. Ja? Tuurlijk. Maar omschrijf dat eens aan mij, pijn en verdriet. Hoe gaat dat dan? Nou, ik heb zaterdag had ik de wedstrijd bekeken en toen zag ik Gio staan. Ja. En toen kreeg ik echt pijn in mijn lichaam. Toen dacht ik echt, nee, dit verdient die jongen ook niet. Maar... Met pijn in je lichaam? Ja. Ja? Ja? Ongelooflijk, ja. En waar zit die pijn dan? Hier, hè, in je hart. Gewoon in je hart? Echt in je hart. Ja. Brok zat ook in mijn keel. Dus je gunt het Gio niet. Soms dan maken ze hem helemaal finaal af en dat vind ik gewoon niet nodig. Dat vind ik echt niet nodig. Okay. Kijk dat je een mening hebt en dat je ook, ik vind ook dat ze gewoon, hij mag voor mij via de voordeur vertrekken. Het is een kind van de club. Maar ga hem niet finaal afzitten branden. Dat vind ik schandalig. Hoe zwaar is het dan voor jou? Ja. Ik kan het moeilijk uitleggen hoe dat... In welke zin? Nou ja, als het ene jaar kampioen wordt en het jaar erop 20 punten achter zat, dan mocht er iets niet kloppen. Vind je het niet? Dan zal er iets niet kloppen. Maar hoe zwaar is het voor jou dan? Ik bedoel, daar word je dus doodziek van of wat? Ja, minder eten ook. Meen je het nou? Ja. Echt waar? Doe ik nou voor de wedstrijd tegenwoordig. Oh, dat... Maar eet je minder? Ja, als na zo'n wedstrijd dan heb je geen trek meer. Dan eet je gewoon niet meer. Afgelopen zondag, als ze kijken dat het niet lukt, is weer tot daar aan toe. Ja. Maar als je het eerste kwartier ziet staan en ze zijn nog te lui om te lopen, ja, dan houdt het op. En dan eet jij niet meer? Dan schuik ik uit met eten. Het is een hard bestaan ook als Feyenoord supporter, hè, dit jaar, of niet? Feyenoord, daar ben je niet voor je lol, zeggen ze. En het is zo? En dat is echt waar. Dat is echt waar. Het doet echt pijn om te zeggen, maar het is echt waar. Oh. Het is, ja. Oh, dus je moet er wel eens een traantje om laten. Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ik ben echt wel... ook al heb ik niet zoveel centjes om naar de Kuip te gaan, maar... Nee. Het doet me wel pijn. Ja.